Ik wil ook in de vlog. Sowieso. Boomerang represent, bro. One Show's vlog. Gang, gang. Gang, gang, gang. Represent my show. Niet zelf. Abonneren, like, delen, share. Kapot. Zo, represent. Kijk, er is iemand naar Marrakesh geweest, hoor. Ewa Zina. Ewa Zina. Nou. Of show dan, of show. Gevaarlijk. Jalaba dingen. Mijn balskills zijn wel fucked up geworden. Vroeger chillden we hier bijna elke dag. Met al die buitenlanders hier vanuit Drachten. Goeie tijd gehad hier, joh. Mijn boy is weer back. Quality time, weet je toch? We hebben veel bij te praten. Deze man is half jaar weg geweest. Gruwelijk. Deze zomer hebben we weer een goede zomer tegemoet. Let's get it. En nu moet je. Ball skills. Jammer, jammer, jammer. Maar op een gegeven moment mochten we hier niet meer chillen. Soms stonden we hier echt met een groep van 20 of zo, soms wel eens, hè. 15 gasten hier. Was echt druk, druk, druk. Ja, was echt gezellig. Maar toen werd het te gezellig. Er werd ook veel geknokt hier. Werd gewoon veel geouwehoerd. Maar ja, je ziet het. Het is in een woonwijk. Ook met allemaal jonge kinderen. Of, ja, die willen vroeg slapen. Dus later hadden we een avondklok hier. Mochten we niet meer komen na 9 uur. Ja, was een leuke tijd. Veel geouwehoerd hier ook. Vandaag ben ik kapot gemaakt. Ze zijn echt verrot. Shit. Was lekkere training met iedereen hier. Oh, Molukka fighters. Gang, gang. Was een lekkere training. Lekkere kapot. Training. We trainen hier altijd met verwarming aan, zoals iedereen weet. Lozana Gym Power. Check, check, check. 33 graden in this bitch. Ja, echt, hè. Dit zijn mijn luxe temperaturen. Mijn luxe temperatuur hier. Ik wil ook in de vlog. Sowieso. Boomerang represent, bro. One Show's vlog. Gang, gang. Gang, gang, gang. Represent my show. Niet zelf. Abonneren, like, delen, share. Sowieso. Represent. Ja, hij was te gek. Normaal moet ik altijd die kant op reizen. Maar nu komt iedereen deze kant. Dit keer kwamen wij naar Groningen en we kregen les van die Alifuru. Ja, sowieso. Die echte Alifuru. Ja, toch. Hey, we stoppen. Toetoe. Denk Sombayang. Bapakami. Ja, toch.
Respect. Ja, dat is het. Spirit. Eerbetoon, als eerbetoon. Ja man, sowieso. Daar is begonnen toch? Daar komt allemaal vandaan. Ja, we hebben hard getraind, zoals jullie hebben gezien. Ja, we gaan nog even wat eten. Ik heb zo'n verjaardag van oma. Dus ik ga even douchen, fresh aankleden en dan gaan we eten. Waar is mevrouw Lammers? WC man. Bos? Ik kan hier, dank je. Ik ga wel schoenen uit de net. Is goed? Is toch mooi? Ja, goed. Ciao bro! Dief! Ciao man! Goed man! Ja? Lange reis, niet ik! Ja, 2,5 uur van de kleuren. Jammer, hé! Jammer is niet gebetond! Hij lijkt me af, hij zei, sorry man. Chiclete, nossa, gostosa como a Nugela. Me dá de volta, vai. Volta todos os dias, tome no seu trabalho. Cavaleiro, eu sou o seu cavalo, vai. Primeiro me abraça e beija minha careca. Essa noite você vai ser minha boneca. Vamos fazer coisa doida, mas só para a beleza. Essa noite você vai ser minha boneca. Eu dou. Maakt niet uit of je krijgt. Ja? Krijg om te geven is niet erg. Maar jij gaat hem krijgen, maar je kan hem niet teruggeven. Oh yeah. I get around. Still clown with the underground. When we come around. Stronger than ever. To get wrecked, all respect to those who break their neck to keep their hopes in check, as though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me to tell me that she needs me, cries when she leaves me, and every time she sees me, she squeezes me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it, baby. Got a problem saying bye bye? Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need in being greedy. If you wanna see me, try to keep a number, baby, when you need it. And I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy with this quickie. But when you learn, you can't time it down, baby dog. Check it out. I get around. What you mean you don't know? Check it out. I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around. Still down with the underground. I get around. Hey yo, son, let them hoes know. Now you can tell from my everyday fits, I ain't rich, so cease and desist with them tricks. I'm just another black man caught up in the mix, trying to make a dollar out of 15 cents. Just cause I'm a freak don't mean that we can hit the sheets. Maybe I can see that you don't recognize me. I'm Shock G, the one who put the satin on your panties. Never knew a hooker that could share me. I guess. What's up, love? How you doing? All right. Well, I've been hanging, singing, trying to do my thing. Oh, you heard that I was banging your homegirl you went to school with. That's cool, but did she tell you about her sister and your cousin thought I wasn't? See, we can't just make for Mickelman, but it's a money. Het is voor mij een grote eer om jullie hier te hebben. Vechters, 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 vechters. Ja, we moeten blijven vechten. Ja, ik hoop dat er nog meer van onze volk laten zien wat ze wel waard zijn. Of het nou in de vecht is, of op school, muziek, wat voor sport dan ook. Ja, we moeten gewoon meekomen, meegaan. Blijf timmer aan de weg, zodat ze zien dat wij ook intelligent zijn. Dat we niet alleen maar van poepen en praten. Ja, want onze voorouders zijn van kniersoldaten af. En dat zit nog steeds in ons bloed. Ja? Maar dat moeten we nou even omzetten in
carrière, ja, in iemand anders. Want dat zit er wel in. Als we kunnen vechten, kunnen we ook leren, kunnen we ook sporten, kunnen we alles doen. Herkenning, klas. Ja, zeker. Giga, snel schiet ik om mijn buik in houden. Die plas snel. Ja, dat ging. Oh, ja. Voor de buik. Voor de buik. Bij mij, en bedankt. Ja! Altijd gekte, de familie Rereulu. Verjaardag van oma, 90 jaar alweer. Oma, oma. 90 jaar, Sada. Steeds sterker. Ik ben op de reis. Oh, ja hoor. Kijk maar. Okay. Nee. Ietsje winnen. Ja. Oh, knip plakken. Oh, ja, okay. Zo. Benefit Shop, Vechtsport Online Groningen. Ik heb nu even goed gepraat met Isham en Klaas. En, we zijn nu hier, we hebben nu een goede samenwerking. Ze sponsoren mij nu vanaf nu in vechtsportmiddelen waar ik lekker mee kan trainen, goed kan voorbereiden op die wedstrijden. Zoals je ziet, Fresh, Hayabusa, Vechtsport Online Groningen. Go check it out, check op de site en ik laat jullie zo eventjes door de winkel even wat dingetjes zien. Kunnen jullie hier even kijken in. Dankjewel, de man Joe. Oh, fuck you, can't even sing. Oh baby, I like it raw. Yeah baby, I like it raw. So I can take her away. Off on a natural charge, bone for yards. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Wu-Tang killer, bees on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill. You gotta go to one killer bee. And he ain't gonna... Goedemorgen, het is nu zaterdag 2 juni. Net even klaargemaakt. Ik ga nu naar Tiel. Ben gevraagd voor een interview. Ze hebben daar een jongerendag. De Molukse kerken. En willen ze even wat vragen stellen wat betreft mijn geloof, mijn sport, hoe ik ermee omga, naar mijn wedstrijden toe, tegenslagen, noem het maar op. Kijk bijvoorbeeld als mijn training niet goed gaat, bid ik gewoon tijdens de training, whatever. Dat, zulke dingen, daar gaan we het over hebben. En nou, ik probeer natuurlijk ook, er zijn heel veel Molukse jongeren die hebben talent, maar geen discipline. Wil ik ze even bijbrengen dat het kapot belangrijk is. Het is zonde toch, als je talent hebt, waarvoor zou je dan lui zijn om het niet te verbreden en dat ze dan liever andere dingen gaan doen, weet je? Je kan daarnaast kan je genoeg genieten van het leven. Dat doe ik ook. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Lekker strijden als het moet. En daarbuiten chill ik hem gewoon. Doe ik gewoon rustig mijn ding toch. Let's get it. Als ik niet had geweten dat God zegt, ja, zat ik nu misschien vast of was ik dood? 100% zeker. Hij heeft mij gered. Omdat ik wil. Omdat ik wil winnen. En omdat ik er voor hem over wil zijn. Niet alleen eigenlijk voor mij, ik wil ook voor hem zijn. Bekast. Thank you.
iets meer over jezelf vertellen? Waar kom je vandaan? Waar ben je? Ik ben Timon Giuliano. Ik kom uit Drachten, Friesland. Helemaal boven. Ik ben kickboxer, zoals je net hebt gehoord. Mijn vader die was, heeft een eigen kraatschool gehad. Dus ik weet eigenlijk niet beter dan ik in de vechtsport wordt gezeten. En daarna ben ik dus gaan kickboxen, wedstrijden gaan draaien. En ja, nu gaat het best wel goed. Ik ben nu overal een beetje wedstrijden aan het draaien, ook over de hele wereld wel. Dus we zijn op een goede rit. Ja, ik vind het altijd fijn om toch jongeren te inspireren om toch wel bezig te zijn met hun geloof of hun talent te verbreden. Ja, maar wij vinden het ook super leuk dat jij hier vandaag bij bent. We gaan even kijken naar een kort filmpje, een stukje van een vlog eigenlijk. Niet jouw vlog, maar een Warriors kanaal over kickboksen. Ik ben gelovig. Geloof ik ben christen, geloof in God. Dus dat neem ik altijd mee voor mijn wedstrijd ook. Voor mijn wedstrijd gaan we hier altijd, als ik dus weg ga met mijn ouders, gaan we gezamenlijk midden en dan ga ik pas weg. Dus ook als we buitenland zijn, dan midden van tevoren, ik wil jou gaan en whatever. En dan gaan we het even op. Dus voordat iedereen ingaat, wil ik ook blij. En dat? Ja, zeker. Ja, ik had gevraagd dat ik me wil beschermen, heeft hij dat gedaan. Het is eigenlijk wel gebruikelijk, zeg maar, dat je dus op 16-jarige leeftijd de CD gaat doen. Alleen toen was ik er helemaal nog niet aan toe. Ik was vroeger ook wel een vervelende jongen, een haan op straat, vechten, mensen uitdagen. En kijk, uiteindelijk ben ik dus serieus gaan worden in sport. Ik heb ook geleerd van als ik bijvoorbeeld een tegenslag had, dat het dan. Op een moment is het gewoon vervelend, als ik het rustig moet zeggen. Maar is het vervelend, maar als het, dan is er wel weer een nieuw moment dat je denkt van, ja, dan had het toch zo moeten zijn, omdat je dan toch weer een nieuwe blessing krijgt. Ja, dat krijg je van God en dat is gewoon puur op het moment een tegenslag geweest, maar het heeft dan tijd nodig om weer het positieve ervan in te zien. En heb jij verder nog speciale rituelen voor het vechten? Zoals je zag in het filmpje dat je dan bidt voor de wedstrijd, ook tijdens de training. Ook tijdens de training, wat vraag je dan ook eigenlijk? Voor hier bij de wedstrijd, hoe meer spanning er komt, hoe harder wij gaan trainen, het wordt allemaal intensiteit. Je gaat steeds hoger en hoger. Het spargedeelte, dus het vechten tegen elkaar in de training, dat gaat ook steeds harder. En dus ik bid dan bijvoorbeeld dat God mij wil beschermen tegen blessures. En voor de wedstrijd bid ik dat zonder blessures de wedstrijd uitkomt. Want ik heb wel eens een keer gehad dat ik een jongen echt knock-out trapte. Maar hij bleef heel lang liggen. Misschien heeft hij al 10 minuten op de grond gelegen. En toen heb ik gelijk even in de ring, toen ik daar aan wachtte, was ik even gebeden. Van dat hij wel weer mocht herstellen. Het is wel belangrijk. Natuurlijk heb je een bepaalde emotie voor de wedstrijd dat je ja, diegene waar je tegen vecht, ja, die moet gaan slopen. So, ja. Het is misschien voor jullie die niet van vechtsport zijn, is het misschien raar om het zo te zeggen. Maar ja, dat is. Kijk, voor mij is het ook gewoon een spelletje. Hij raakt mij 1 keer, ik moet hem 2, 3 keer raken. So, dat jij zo gaat. En voor de mensen die jou willen volgen, je hebt sinds kort ook een YouTube-kanaal. Ja, ik heb sinds kort een YouTube-kanaal. Ik doe het puur om wat meer publiciteit te krijgen, toch wat te verbreden. En kijk, ik vind het belangrijk, ik doe al topsport. Ik vind het belangrijk om ook te laten zien dat je naast de topsport ook van het leven kan genieten en moet gaan genieten. Ik doe het maar 1 keer. Dus ik ben nog jong, dus je moet alles uithalen met wat erin zit en doen wat je leuk vindt en gelukkig bent. Ja, dus dat is mijn boodschap met de vlog. En ook zeker voor de Molukse jongeren, we hebben zoveel talent. Of het nou sport is, zang, muzikaal of whatever, studie. Ik vind het belangrijk dat je dat dan wel gaat verbreden en niet tot een bepaalde hoogte blijft. Kijk, het is goed als je tevreden bent wat je hebt, maar je moet ook wel hongerig blijven om nog verder te gaan zoeken. Om nog meer dingen te gaan bereiken in het leven. Dat vind ik belangrijk, dat vind ik ook altijd doorgeven aan de jongeren.
vierde, derde, vierde generatie. Kijk, er is iemand naar Marrakesh geweest hoor. Ewa Zina. Ewa Zina. Nou. Is het leuk? Ja. Kijk, even show dan, even show. Gevaarlijk. Jalaba dingen. Ga dan staan. Voren? Ja. Oh. Oké. Kan je me van zo? Oh, 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 Zina. Nou, vindt ze leuk hoor. Ze heeft iets nieuws gehaald. Sokran. Geniet. Zo, ik heb net weer heerlijk getraind. Kapot. Was mijn dagje wel weer voor vandaag. Net heerlijk getraind met deze fight gear. Bevalt goed. Iedereen bedankt voor het kijken. Hou me in de gaten. Want over 3 weken ga ik knokken. En wordt knappe tijd. Woes.